De Israëlische luchtmacht heeft doelen gebombardeerd in de Libanese hoofdstad Beirut. Ook vanavond overleggen de drie informateurs met de drie fractieleiders over de verdeling van de ministersposten. Het buitengewoon Pools partijcongres wees een nieuw centraal comité aan, voornamelijk samengesteld uit meer gematigde leden. Goedenavond. Israëlische straaljagers hebben vandaag Beirut en diverse andere steden in Libanon gebombardeerd. Volgens de laatste berichten kwamen 134 mensen om en werden bijna 600 gewond. Zeker 5 hoge flatgebouwen in de Libanese hoofdstad zijn ingestort. Een gebouw van 9 verdiepingen werd met de grond gelijk gemaakt. Israël heeft bekendgemaakt dat de hoofdkwartieren van 2 Palestijnse guerrilla-organisaties zijn vernietigd. Premier Begin liet weten dat bevolkingscentra in Libanon voortaan niet meer zullen worden gespaard bij acties tegen Palestijnse doelen. Bij de Israëlische acties van vandaag werden steden langs de hele Libanese zuidkust getroffen. Daarbij vielen veel slachtoffers, onder meer in Damour en Sidon. Ook de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra bij Beirut en Ain El Helweg bij Sidon werden getroffen. De Libanese regering heeft om een spoedzitting van de Veiligheidsraad gevraagd. Bij de huidige Palestijns-Israëlische krachtmeting, hoofdzakelijk uitgevochten in Libanon, moeten vooral de Palestijnse vluchtelingenkampen het ontgelden. Dit is het kamp Ain El Helwe bij Sidon. Gisteren vernietigde de Israëlische luchtmacht 6 strategische bruggen in Zuid-Libanon, waardoor de Palestijnse aanvoerwegen werden afgesneden. Ook de olieraffinaderij bij Zagrani werd door de Israëli in brand geschoten. Het recente harde Israëlische optreden in Libanon bereikte vanochtend een hoogtepunt met bombardementen op Palestijnse kampen in Beirut zelf. Hierbij vielen tientallen doden en over de 100 gewonden. Ik zag de Israëlische bommen en raketten inslaan nog geen 2 kilometer van mijn huis. De straten in Beirut waren spoedig vrijwel leeg, afgezien van de vele ambulances met gillende sirenes. Er is grote bitterheid in Libanon over het Israëlische optreden, ten meer daar Israël klinkt tot nu toe altijd terughoudend te zijn geweest bij aanvallen in de buurt van bevolkingscentra. Maar de ervaring leert dat Israëls strijdkrachten al jarenlang naast militairen ook burgerdoelen in Libanon bestoken en dat de luchtaanval vandaag op Palestijnse kampen in Beirut slechts een uitbreiding van deze tactiek inhield. Volgens regeringskringen in de Amerikaanse hoofdstad Washington zijn de Israëlische luchtaanvallen van vandaag mogelijk een inleiding voor een grootscheepse invasie met tanks en grondtroepen in Zuid-Libanon. De Amerikaanse regering heeft de levering van F-16 gevechtsvliegtuigen aan Israël opnieuw opgeschort. Eerder was dat al gebeurd aan de aanleiding van de Israëlische luchtaanval op een kernreactor in Irak. De fractieleiders van CDA, PvdA en D66 zijn het nog niet eens over de verdeling van de ministersposten. Wel hebben de informateurs intussen een compleet programmavoorstel aan de onderhandelaars aangeboden, waarover nu tegelijkertijd wordt gesproken. Meer over de informatie in Den Haag, Marijn de Koning. Sinds een uur zijn alle partijen weer bij elkaar, maar daarvan is eigenlijk weinig nieuws te melden. Het grootste twistpunt is nog steeds wie straks de minister van Onderwijs mag leveren, of het CDA of de Partij van de Arbeid. Beide partijen lijken op dit moment niet bereid op dat punt concessies te doen. Wel mag men bijna aannemen dat de Partij van de Arbeid de post financiën krijgt en die gaat dan naar Den Uyl. Hij werd dan ook vicepremier onder Van Acht. Maar de verschillen tussen die beiden zijn nog zo groot dat PvdA-leider Den Uyl vanmiddag ruim een uur alleen heeft gepraat met CDA-onderhandelaar Van Acht. Kijk, het is dus, ik kan niet ontkennen dat wat een kans uit juist is, dat ik een overweging heb om als vicepremier tot het kabinet toe te treden, mijn partij mij daartoe zou voordragen. Op financiën, dat is natuurlijk toch een sleutelpost in dat verband. Nou, zo bekend dat wij erg hecht aan onderwijs en goede vragen zijn daar oplossingen voor te vinden, die is een duidelijk geweest. En ik vond dus dat het nuttig was om daarover ook eens even apart met de heer Van Acht te praten. Het gesprek lijkt overigens niet zo erg veel geholpen te hebben, want op onderwijs zit de zaak volgens ingewijden nog steeds muurvast. Intussen ligt er nu ook een programmavoorstel van de informateurs.
Daarover moet nog worden gesproken met de leiders van CDA, PvdA en D66. De bedoeling is dat zij zich bereid zullen verklaren dat voorstel in hun fracties te verdedigen. En die fracties zijn voor begin volgende week bijeengeroepen. Het is de bedoeling van de informateurs de onderhandelingen maandag af te ronden en dan ook met de resultaten naar buiten te komen. Tot zover op dit moment althans. Den Haag, goedenavond. Het demissionaire kabinet Van Agt wil binnen de begroting voor volgend jaar toch nog extra gaan bezuinigen. En die bezuiniging houdt in dat de begroting voor 1982 zo'n 5 miljard gulden krapper zal worden opgezet. Eerder was besloten om dergelijke maatregelen over te laten aan het nieuw te vormen kabinet, maar daar is men van teruggekomen. Met de bezuinigingen hoopt men het hoge financieringstekort, dat is het gat tussen de uitgaven en inkomsten van de overheid, terug te dringen. Ook hoopt men zo te voorkomen dat belastingen en sociale premies sterk omhoog gaan. De bezuinigingen vallen in de sfeer van ambtenareninkomens, sociale uitkeringen en gezondheidszorg. Ook zullen de verschillende ministeries iets meer moeten gaan inleveren. Het huidige kabinet vindt dat het deze maatregelen wel kan voorbereiden. Ieder ander kabinet zal tot de conclusie komen dat de hoge tekorten van de overheid terug moeten worden gedrongen, zegt men. In Polen is de verkiezing van een nieuw centraal partijcomité een overwinning geworden voor de gematigde vleugel. De huidige premier Jaruzelski en partijleider Kania kregen de meeste stemmen. Hiermee lijkt het zo goed als zeker te zijn dat Kania, vermoedelijk morgen, zal worden herkozen als partijleider. Zijn concurrent Olszowski, die een harde koers voorstaat, kreeg 300 stemmen minder. De verkiezing van het nieuwe Centraal Comité heeft een zeer verrassende uitslag opgeleverd. Van het oude politbureau, dat is het dagelijks bestuur, haalden 8 van de 12 leden nu onvoldoende stemmen. Daartoe horen bekende figuren als Grabski, een voorstander van de harde lijn, generaal Mocar, die vroeger de hand heeft gehad in een anti-zionistische campagne, en ook Jagielski, de man die vorig jaar de onderhandelingen met Solidariteit leidde. Waarnemers spreken van een opzienbarende verschuiving in de Poolse top. Door een ingewikkelde stemprocedure heeft het 20 uur geduurd voor de verkiezing van het nieuwe Centraal Comité rond was. Hierdoor zal het buitengewoon partijcongres vermoedelijk tot zondagavond duren. Naast de verkiezing van een nieuwe partijleider staat ook nog een uitvoerig debat op het programma over de economische en sociale situatie. De moeilijkheden daar zijn vandaag verscherpt door aankondigingen van 40.000 havenarbeiders en van het personeel van de luchtvaartmaatschappij LOT dat zij midden volgende week willen gaan staken. Bij zware overstromingen in de Chinese provincie Sichuan zijn zeker 3000 mensen omgekomen en tegen de 100.000 gewond geraakt. Bijna 500.000 mensen is dakloos geworden. Zwaar getroffen is vooral de stad Chongqing, waar de Tialeng-rivier samenvloeit met de Yangtze, met ruim 6000 kilometer, een van de langste ter wereld. Het gebied rondom Chongqing staat bekend als de rijstschuur van China. Maar de overstromingen van de afgelopen dagen hebben de rijstvelden grote schade toegebracht. 500.000 hectare landbouwgrond is overstroomd. En zeker 2/3 van de oogst is vernietigd. Daarnaast zijn zeker 25 steden overstroomd. Dijken zijn doorgebroken en op sommige plaatsen staat het water zelfs 5 meter hoog. Daarom wordt verwacht dat het aantal slachtoffers nog zal stijgen. In verschillende steden is de bevolking naar de daken gevlucht. Vliegtuigen en helikopters voorzien hen van voedsel, zwemvesten en reddingboten. De overstromingen in Sichuan zijn de ergste sinds 1905. Toen steeg het waterpeil in de Yangtze-rivier bij de stad Chongqing tot 192,7 meter boven zeeniveau. Gisteren werd daar zelfs nog 30 centimeter meer gemeten. Stroomafwaarts van de stad Chongqing worden op het ogenblik maatregelen getroffen om de in aanbouw zijnde stuwdam bij Gezhouba te beschermen. Verwacht wordt dat het wassende water van de Yangtze-rivier morgen die dam zal bereiken. De autoriteiten hopen dat iets zal houden. De weersverwachting van het KNMI tot morgenavond. Af en toe zon en enkele buien, waarvan sommige met onweer. Minimumtemperatuur rond 11 graden, middagtemperatuur ongeveer 17. Matige, aan de kust af en toe krachtige wind, eerst west tot zuidwest, morgen noordwest. De vooruitzichten voor zondag tot en met woensdag wisselen bewolkt en enkele buien. Middagtemperatuur ongeveer 18 graden. Einde van dit journaal.
Goedenavond.